Hé, luister eens. 3 keer raden waar ik gisteren geweest ben. Maar hij is toch op MTV Awards geweest? Ja, bij MTV Awards ben ik geweest. Pillen in overvloed. Goh, weet je hoe laat ik thuis was vanochtend? Ja, half vijf. Hoe weet jullie dat allemaal? 5 middag tijdens de lunch. Oh, was dat ook gelogen? Nee, dat is niet gelogen. Oh, oké. Oké. Hé, was het leuk? Nee, 5 was het toch alcoholprobulatie in mijn bloed. Hé, was het leuk of niet? Zo, het was onwijs leuk. Ja, ik heb het gehoord en stukjes gezien. Het was super leuk. Dit was een van de weinige dingen waarvan ik denk van, ik ben blij dat ik hier geweest ben. Ja, schrijf het nog even in. Weet je wat ook grappig is? Oh, nee. Ik ben nog nooit zo vaak lastiggevallen door mensen... In de microfoon praat je eens. Ja, nee, luister. Dat hondending. Ik heb nog nooit iets meegemaakt waar zoveel mensen mij gebeld hebben... om te kijken of ik ze binnen kon loodsen. Oh, ja. Ik zweer het je. Iedereen wilde er naartoe. Dit was echt het geval. Echt deze week. Hoi, Robbie, ik ben Bertje. Ik zeg, Bertje? Ja, Bertje. Ik zeg, ik ken helemaal geen Bertje. Hoi, joh, man, wij hebben de zandbak gespot toen we 2 waren. Gelachen op hem, joh. Heb je kaartjes voor MTV voor me? Kun je dat regelen? Het maakt echt niet uit. Ja. Het is zelfs zo gehad... Ik heb het zo gehad dat mensen mij geboekt hebben voor een commercial. Dat doen ze nooit. Nee. Maar alleen maar als ik kaartjes kon regelen voor ze. Oh ja? Ja, het was echt heel erg. Oh, wat werken toch wel foute mensen in deze business. Foute mensen in de entertainment industrie. En niet alleen in deze business, dat blijkt toch wel. Je hebt ook hele foute vrienden. Ja. Ongelooflijk. Ja, dat is inderdaad zo, ja. Je hebt een ontzettende aantrekkingskracht op het moment dat je iets hebt wat anderen graag willen hebben. Ja, vooral kaartjes. Dat is ontzettend. Niet te geloven. Maar, ik ging daar naartoe. Maar goed. Dus, nou, MTV wordt zo hartstikke gaaf. Komt zo binnen en we gaan zo aan de ring zitten. De ring daarboven, weet je wel, zo'n bovenring. Dat was voor de genodigden. Voor de eerste MTV, ja, zo'n ring. Oh, Ahoy, weet je wel. Ja. Dat was zo grappig, want onder de ring waar wij zaten, dus was een soort van tribune gebouwd voor alle sterren, voor alle genomineerden. Voor de nominees. Ja, voor de nominees. Dus echt, ik kon het zo allemaal zien. Ze zaten daar gewoon allemaal. Nee. Ja, Bonnie St. Clair. Marco Bakker. Maar wat er gebeurt, Eén ring voor de kratten. Die stonden allemaal beneden, voor het podium. Maar die konden dus ook zien wie er op die tribune, op de nominee-tribune. Oh, dat is goed, ja. Dus wat gebeurde er? De Backstreet Boys komen. Oh. Nou, het is weer dit werk. Gaan we weer, jongens. Oké, dus maar wat er ook was, op die ring waar wij dan zaten, ze waren ook allemaal meisjes gekomen. Ik weet niet wat het was. En die stonden gewoon naast ons. En het was gigantisch irritant. Echt constant. Oh ja, dat zijn allemaal mensen die hebben dan kaartjes gekregen van mensen die ergens een baan hebben waardoor ze zo'n kaart kunnen krijgen. Ik werd er gek van. Maar ik was met Wim. Die staat achter ons nu. Hey, Wim. Die heeft gegild bij de Backstreet Boys. Nee, maar dat is zo grappig. Ik was met Wim en er nog een paar gasten zaten voor ons. Ik weet niet waar ze van waren. Nee. Dus op een gegeven moment zat ik iedereen zo op te stoken. Weet je wel, wij gaan ook gewoon echt als een soort van fans, idolaten fans van Nick. Gaan we om Nick constant op. Want ze zaten echt vlak onder ons. Ja. Dus wij echt met 6 man op een gegeven moment. Nick baby! Nick baby! Maar jij waren echt het homokorps van Amsterdam, van Rotterdam daar. Het was zo grappig, want echt, ik zo van, Nicky, kom te papa, kom te papa! AJ, I wanna have your baby! Weet je, maar je had echt die lage monster. Het was echt heel vies. Echt van 10 van die homo's. En die gasten zaten echt zo onder ons. Ja. En die hadden ook zoiets van, Jezus Christus. Ik zit van land Holland. Ja, man, what the fuck, Holland, man. Nicky! Maar als wij dat op lage mannen stemmen, doe je eens voor hoe dat klinkt. Ja. Nicky, baby! Kom te papa, kom te papa! Dat is echt...